dat is waar wij naartoe moeten gaan. Oké. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Wij hebben monsters verslagen. Wij hebben slechterikken gezien. Wij hebben de zwaarste obstakels weten te overtreffen. En eindelijk is het zover. Wij gaan richting de Lifa Tree. Nou ja, eigenlijk vraagteken. Incoming! Dat zijn een hoop drakenbeesten. Ze komen eraan! Ze blijven er vanaf. Huh? Waar komen hun vandaan? Zo! Nou, volgens mij hoef je nog niet eens te richten. Volgens mij moet je gewoon maar ergens op schieten en je raakt er toch wel 3 of zo. Zijn alle schepen allemaal klaar? Maak een plat klaar voor Invincible! Kunnen jullie nog niet eens een show alleen stelen? Wacht eventjes, hoe? Onkel Sid? Maar waarom komt hij hier in één keer? Waarschijnlijk vanwege Baku. Ik bedoel, hij houdt van hele grote nederlagen en aanvallen. Nou ja, laten we deze draken kwijtraken. Oh boy. Oh. Huh? Is dat niet die, Is dat Red Roos? Generaal Beatrix, onze schip gaat kapot! Maak je geen zorgen. De kapitein is, Die gaat Valhalla aan, weet ik veel. Je bent een Pluto Knight! Nou, gedraag je er als één! We weten allemaal dat je alleen maar kwam omdat je je zorgen maakte over kapitein Leroy G. Zei jij daar iets? De Red Roos, kan dat zijn, Beatrix? Ja, behoorlijke vrouw waar jij, Ja, nogal verliefd op ben geworden. Jij moet heel nodig eerlijk zeggen. Wacht eens even, Leroy. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou ja, doorgaan. Hup. Discussies komen later. We praten gewoon door. We gaan gewoon voor. Kom op. Bijna daar. En natuurlijk wordt de ingang bewaakt door een baas. Yay! Dat doen we niet op water te doen. Wat een aparte kleur om een baas in te bevechten. Oh, oké, nou we gaan gewoon dus beginnen zeg maar met de standaard dinges. Jij doet No Mercy. Jij doet eventjes healen voor de zekerheid. Jij doet Meteor. Hopelijk werkt hij hier net zo goed. En jij doet Steel, omdat het is een baas. Misschien kunnen we nog een ninja keer krijgen. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Dus we moeten wel uitkijken met onze aanvallen. Hoe dat we dus zeg maar de aanvallen gaan doen. Doe jij eens eventjes een Wind Edge gooien. Waarom ook niet? Tidal Wave! Hé, hey, dat is leuk. Zoveel kleurtjes. Doe maar even een Odin. Waarom ook niet? Kunnen we even wat schade doen voordat we dus zeg maar stoppen met stealen en... Ik denk dat ik beter kan focussen op Flare. Ik wil niet weten hoe vaak dat meteor ondertussen wel niet gemist heeft. Oké, we hebben een Dragon Wrist, maar die hadden we alleen. 8000 voor gewoon een throw aanval? Sheesh. Doe dat nog eens. Eigenlijk, we hebben er maar weinig van die Wind Edge. Wat doet de Rising Sun? Oh, Shockwave.
Hé, hey, is dat niet dezelfde aanval die Garland tegen ons deed? Laten we maar heel eventjes healen dan. Puraga! Het is een pittig draakje. Met een hele lange neus. Is het heus? Hij heeft een lange neus. Kijk, zo doen we tenminste een beetje schade. Een remedy. Serieus. Voor zo'n sterk beest... Oh, deze doet maar 4000. Voor zo'n sterk beest... stiel je een remedy van hem. Hey, serieus, geef me een ninja gear. Die heb ik echt het hardste nodig. Kom op, ik wil eigenlijk all out gaan. Aerial Slash, heel erg leuk. Hoe gaan we eigenlijk met... weet je wat, jij mag heel eventjes de touw er even een beetje geven. Oké, okay, Zelda die heeft er geen schade van gekregen. Daar komt Flare aan. Ik bedoel, vergeet niet, wij doen enorm veel schade. Hij doet toch wel flinke schade aan ons toe, maar wij doen hem ook flinke schade. En dat is alleen maar gunstig. Nou is het tot bij de secret base dat je daar niet echt een steal voor hoeft te doen. Hè? We konden weer niks stelen. Oké, dan ga ik gewoon aanvallen. Het is goed met jou. Als we deze onzin gaan krijgen... Wacht eventjes. Als we deze onzin gaan krijgen, dan heb ik er gewoon echt helemaal poep aan. En dan zeg ik gewoon, huppakee, aanvallen. Eigenlijk is het beste als Zelda gewoon blijft healen. Maar ja, af en toe een keer aanvallen kan geen kwaad. En ik zie trouwens dat Zepi en Destiny bijna in trance zitten. Nou, moet ik wel één ding zeggen. Wij hebben veel klappen nodig om in trance te kunnen komen. Maar de reden waarom dat wij zeg maar wat minder in trance komen... is omdat ik High Tide nooit heb geëquipt. High Tide zorgt ervoor dat je sneller in trance kan komen. En dat zal wel handig kunnen zijn. Maar bij sommige momenten denk ik bij mijn eigen van ja... Het kost heel erg veel. Het kost 8 van die Magic Stones om het zeg maar te kunnen doen. En 9 dingen is eigenlijk het ook nog niet eens waard. Dus daar kun je veel betere equipment voor. Net zoals Auto Ace bijvoorbeeld. En Destiny, je hebt best wel veel klapjes gekregen. En je raakt nou in trance. Doe jij eens eventjes een aura op iedereen. Dat iedereen automatisch Auto Life heeft en regen. En... Oh, ik ben ook in trance. Dubbel de trance, dubbel de fun. Nou, doe jij maar even focussen, want ik doe nog maar 1 keer steal. Couldn't steal anything. Oké, dan zoek ik het maar uit. Dan gaan wij voor onze Mayo Twister, want die hebben we nog niet gezien. We gaan hem nou gewoon afmaken, jongens. Ik bedoel, alle items die we hebben gezien, die hebben we al. En Towler... Oh, die Twister was sterk. Oh, hij is al... We mochten weer onze trans niet gebruiken. Oh, een flame. Nou ja, tenminste hadden we dit keer een trans bij een boss battle. Maar ik had liever de trans gehad eigenlijk bij een van de gevaarlijkste bazen ooit. Dus hoop ik er wel voor dat mijn balkje een beetje gevuld is. En dan gaat er ook extra bij zitten van... Ja, dat was dat. Waar was ik? Nou, je hebt Eye for Eye geleerd, dat is alleen maar gunstig. En je hebt een Wind Edge teruggekregen die enorm veel schade doet. Wat handig is om dat te onthouden. Oké, nou. We zitten dus binnen en we teleporteren ons naar binnen toe. Weet je zeker dat dit gaat werken, Erwier? Het is geen probleem. Ik ben van buiten naar binnen gewarmd eerder. Nou, ik denk dat het de enige uitweg is. We zoeken zelf de magiefield buiten wanneer dat we terugkomen. Ik warp wel en ga wel naar het warpveld buiten. Oké, ik denk dat we ons geen zorgen dan hoeven te maken. Jij weet hoe het warpen werkt, hebben hier. Aan jou de eer. Jij bent de man die alles kan. Wat is deze plek? Huh? Wat is er mis, Zeep? Riep net iemand mijn naam? Nee. Dat is raar. Misschien hoor je wat dingen. Denk het niet. Hier, hoorde je dat? Ik hoor niks. Zeepie, kun je me horen? Garland? Ik praat alleen tegen jou. Garland, wat is er voor plek? Memoria. Een plek van herinneringen. Herinneringen? Ja,
jullie herinneringen komen voor in deze plek. Hier zul je de totale waarheid vinden. Je hebt geen keuze. Nou, ga. Waar heb je het over? Garland? Damn! Zeepie, wat gebeurt er? Jullie hoorden me allemaal praten, of niet soms? Ja, yep, alsof dat je gek was. Nou, leek dat ik de enige was die hem kon horen. Goed. Ik was aan het praten met Garland. Blijkbaar is hij dood, levend, spirit, weet ik het allemaal nog meer, maar hij kon ermee praten. Hij zei dat onze herinneringen deze plek hebben gemaakt. Ik weet niet precies waar dat hij over aan het praten is, maar ik denk dat we gewoon uit moeten zoeken en naar voren moeten lopen. Dus met dat gezegd te hebben, hebben we hier onze partymembers en dat staat klaar. Nou kunnen we op elk moment zeg maar terug in het schip wanneer dat we dat zouden willen. En dat doen we via kristallenbollen, maar dat zal ik jullie meteen ook laten zien. Oké, nou eventjes jou weer tot leven wekken en eventjes Kyuraga en dan zijn we weer klaar. Goed. Dus we willen zeg maar richting Memoria. En dit is het laatste gebied van het hele spel. Dus er is alleen maar één weg naar voren. Je zult ook zien, hier kunnen we dus zeg maar terug naar de Invincible. Weer terug naar de wereldmap, mochten we dat willen. En dit zijn eigenlijk nou de Moogles. We kunnen hier saven, we kunnen een tent gebruiken, we kunnen partymembers swappen. En dat is praktisch wat we hier kunnen doen. Nou zijn er hier een heleboel secrets die we dus zeg maar kunnen pakken. Zoals hier bijvoorbeeld iets ligt. Hier ligt de Kane's Lance. Dat is een heel sterk wapen voor onze Womabi. En zo vind je dus overal extreem sterke wapens in Memoria verborgen. Terwijl dat het de plek is van herinneringen. Dus waarschijnlijk kunnen we onze items uit onze herinneringen pakken. Maar goed, maakt niet echt zoveel uit. Nieuwe vijanden. Dit is een van de vijanden die houdt er nogal van om een combo aanval te doen. Wat hij gaat doen is, hij gaat degene die als laatste aanvalt. In dit geval is het, als eerste aanvalt is het Towler op dit moment. Die gaat hij proberen te vergiftigen, een virus op te geven. Dan gaat hij alle aanvallen op afgooien. Dat zullen jullie ook wel zien. Let op. Hij begint met Venom Breath. Nou, ik heb gelukkig iedereen antibody gegeven. Dus daar zou hij prevent tegen moeten zijn. Kort. Haha. Jammer joh. En dat doet hij namelijk zo, zodat het lang duurt voordat jij een antidote zeg maar, kan gebruiken op hetgene waar dat je zeg maar, op die persoon, omdat iedereen is al bezet met een commando. De beste strategie is om altijd eigenlijk eentje open te houden, maar op dit moment staan we eigenlijk wel goed. Dan komt hij aan met Cold Breath. Nou, Body Temp heb ik geloof ik niet aanstaan. Nee, die heb ik niet aanstaan. En wat hij daarna zou gaan doen is Crunch, Virus Crunch. En ja, als het dus zeg maar, dan kan hij dus zeg maar de Towler one-hitten omdat hij bevroren is. Hij zal altijd zo'n combinatie blijven doen en daarom is het eigenlijk een heel erg voorspelbare vijand. Maar je krijgt er in ieder geval veel experience voor en dat is alleen maar handig, want we kunnen wel wat levels gebruiken. Omdat er zijn een paar pittige baasjes die ons staan te wachten, dus Die vijand kom je hier nog veel tegen. Nou, we hoeven niet op te slaan, dat is nergens voor nodig. Maar zorg er dus wel voor dat je op elke ruimte goed onderzoekt of je niet zeg maar iets kan vinden. Bij sommigen zal er een uitroepteken staan en dan gaat hij alleen maar kijken van Maar er is niks te vinden. Wat eigenlijk best wel jammer is. Grote klok trouwens. Oké, nou in deze ruimte hier geloof ik dat wij de Master Wizard kunnen vinden. Ja hoor. En dat is niemand minder dan onze supergrote Pokémon Master, Ash Ketchum. Ja, ik weet ook niet waarom dat hij Ash heet, maar goed. Oké, nou, jij doet sneeuwzone, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Doe eens even zielen. Jij doet eventjes dat. Jij doet eventjes een flare er tegenaan gooien. Dus ja, hij zal elke keer, hij is eigenlijk zeg maar de meester der spreuken en daar wil je nog wel voor uitkijken. Nou, no mercy. Je wil wel uitkijken, want hij houdt er nogal van om reflect op zichzelf te gooien. The moment I said it. Dan heb ik het probleem dat de Towler flare gaat doen en dat wordt dan snel gereflecteerd en daar ben ik niet blij mee. Dat is nogal dodelijk. Had hij dan niet even iets later kunnen doen? Zo, dat doet veel schade. Towler! Sorry, ik wist niet dat hij reflex zou doen van Jori. Nou ja, No Mercy is een aanval die zal niet gereflecteerd worden, dus die kunnen we gewoon tegen hem blijven gebruiken. En dat doet ook lekker veel schade. Wat ook niet gereflecteerd zal worden is Meteor. Dus daar wil je ook zeker voor uitkijken. Nou, dat trucje wat ik jullie heb verteld over dat hij dus aanvallen zeg maar zal gaan doen. Magische spreuken. Als hij reflect op zichzelf heeft gedaan, dan doet hij magische spreuken op zichzelf. Waardoor dat hij dus twee keer zo sterk tegen jou aankomt.
Net zoals dat hij nou stop heeft gedaan, zorgt het ervoor dat de stop nooit zal missen. Dan wil je wel vooruit kijken. Boom! Gotta catch them all. Nou ja, zoveel schade deden daar eigenlijk niet. Maar dat maakt niet uit. Goed, doe maar een Odin erop. Oh, deal. Fijn, dan hebben we nog maar 10 beurten. Yo, dat is ook zo. Weer een meteor dan. En hij heeft haste, dus die klok gaat snel. Kom op. Hier, hij staat al op 7. 6. Oh, we hebben hem verslagen, gelukkig. Doom zorgt er gewoon voor een instant KO, zeg maar, als die timer op 0 staat. En aangezien dat we allemaal auto-haste hebben, gaat die teller ook weer een stuk sneller. Dus dan moeten we wel vooruit kijken. Oké, 2 level-ups, dat is alleen maar handig. Een vaccine tegen virussen, altijd handig. Oké, we zitten goed, we zitten goed. Dan volgen wij het pad verder. En nou geloof ik dat hier ook een item... Oh nee, dat is eentje hoger. Eentje hoger. Geen random encounters, alsjeblieft. Ja. Ik moest mijn mond weer open doen, hè. Ik moest gewoon weer mijn mond open doen en zeggen van... Hey, random encounters. En dan weet je, dan geven ze een random encounter. En dat beest hebben we al gezien. Nou heb ik hier eigenlijk best wel een komisch feitje voor jullie. Op het moment dat je hier gaat staan... En je pakt dit... Dan vind je de toweler. De rug. Het grappige is, ik heb altijd gedacht dat dat het sterkste wapen was wat je voor Zeepie kon pakken. Dit is niet zo. De tower is inderdaad een enorm sterk wapen, maar is niet het sterkste wapen voor Zeepie aangezien dat Ultima Weapon is. Nou, weet ik natuurlijk, voordat jullie... Ja, omdat de Massamune zit erin. Ik zal eventjes laten zien hoe dat de Massamune er in battle uitziet. Aangezien dat... Ja, misschien ziet hij er hetzelfde uit als Sephiroth, dat zal wel gaaf zijn. Helaas is dat niet het geval. Nee, dat doe ik hier nog even niet. Dat doe ik hier nog eventjes niet. De reden waarom zullen jullie wel zien. Luister naar de muziek. Ja. Je denkt dat het een random encounter is, maar dit is een boss battle. En deze is moeilijk. Nou, trouwens nee, deze valt op zich wel mee eigenlijk. Deze. Ik dacht dat we bij een andere zouden zijn, maar dit is een boss battle. Deze boss battle. We ontmoeten elkaar alweer. Ik ben de Chaos Guardian. Ga liggen voor mijn kracht. Of iets in die trend. Dit zijn de Guardians die ze zeg maar hebben moeten bevechten op het moment dat ze... tot we zeg maar met de spiegels bezig waren. Jij doet heel eventjes een flare erbovenop en... Heb jij heat status? Want anders... Nee, je hebt niks. Oké, dan doe jij maar heel eventjes Odin erop. En ik had eigenlijk steel kunnen doen, maar... Ach, laten we hem missen. Waarom ook niet? Als jij nou eens heel eventjes een throw... Of nee, throw doe jij maar een no mercy. Ik bedoel, dat doet lekker veel schade. Daar ben ik wel blij op. Dus ja, hier kom je ook gewoon boss battles tegen op punten. Het is wel zo, heb je hem verslagen, dan kun je hier gewoon doorheen lopen zonder dat je nog een keer met hem moet vechten. Dus... Maar er wordt niet aangeduid dat er hier dus zeg maar een boss battle zou komen. Let er wel op, hij heeft een final move. Voordat hij doodgaat, zal hij die final move zeker gaan doen en daar wil je dus voor uitkijken. Dus ik... ja, ik raad aan om iemand zeg maar autolife te geven op het moment tot hij, voordat hij die aanval zeg maar doet. Even healen voor de zekerheid. Ik weet niet wat hij allemaal nog gaat doen. We hebben een Genji armor, maar die hadden we al, maar dat maakt niet zoveel uit. Is er iemand die al autolife heeft? Blair, Aura, nee, niemand. Oké, Zelda, jij hebt nou autolife eventjes. Eventjes steel. Flame slash. Oh, die is best wel dangerous. Die is gevaarlijk. Nou ja, gelukkig valt het nog wel mee qua damage. En ik had Kyuraga al ingepland, dus zit er goed. Oké, iedereen is weer geheeld. We zorgen voor 1 autolife, mocht die laatste aanval behoorlijk dangerous worden. Ja, doe nog maar een keer Kyuraga. Oh, hij heeft reflect. Oh, heb ik flare? Ik heb flare gedaan. Oh boy. Op zichzelf. Oh, Towler, nee. Please zeg maar dat je daar overleeft. Nee. Nou ja, gelukkig hadden we... Nu hebben we nog revive klaarstaan bij Destiny, dus... Dat is een beetje mosterd naar de maaltijd, Zelda. Dankjewel.
Hij heeft wel veel zwaarder, dat moet ik wel zeggen. Maar hoe hebben hun dit met z'n tweetjes kunnen verslaan? Ik bedoel, moet je kijken hoe powerful dat beest is. Oké, nou jij doet er al eventjes zat. Weer niks kunnen stelen. Echt, ik heb al die dingen geëquipt en dan nog steeds gewoon niet kunnen stelen. Dat is gewoon belachelijk. Het is net alsof dat er een zwiebertje ergens tussen zit. En dan zeggen we van... Zwieber, niet stelen. Zwieber, niet stelen. Mag niet stelen, zwiebertje. Oh, dat was eigenlijk best wel dom, want ik heb hier... Ik heb overheat. Nou, dat ik een aanval heb gedaan, wil dat zeggen dat op het moment dat ik aan de beurt ben, dat ik mijn eigen pijn ga doen. Phoenix down. Oh, het is al afgelopen, gelukkig. Kom door de haze, denk ik. Weer niks kunnen stelen, daar baal ik van. Doe maar meteor. Doe maar een keer summon. Dit duurt mij te lang. Jij doet no mercy. Ah, hij is raak, mooi. Steel. Sante zoeken! Het enige waar ik aan kan denken is gewoon blijven aanvallen. Dat is praktisch wat je wil doen. Gewoon aanvallen, 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 aanvallen. Doe maar weer een keer Kyuraga. Kijk, we doen hem schade. Hoe hebben jullie deze de eerste keer verstaan? We hebben een Master Mew gestolen. Het item wat we gekocht hebben voor 16.000 GL hebben we gewoon kunnen stelen. En Meteor was weer raak. Nou, daar ben ik alleen maar blij om. Doe jij zelf eventjes een chakra op jezelf, want je hebt bijna geen MP meer. Jouw reflect status is... ik ga voor flare. Damn it! Sorry, headphone. Sorry. Echt een als ik nou een seconde trager was geweest. Dit is gemeen. Oké, wie wordt er geraakt? Ik. Nou ja, ik heb de vorige keer ook overleefd. Misschien dat ik nou weer overleef. Ik overleef het. Gelukkig maar. Sante zoeken! Goed, dan pakken we weer Meteor maar, omdat hij reflect heeft. Op wie ga je die nou weer doen? Ah, verdurrie! Ik heb net een status effect ingegooid. Hij is wel echt vriendelijk vandaag. Oh, hij is mis, gelukkig. Oké, Kyuraga. Kunnen we weer niks stelen. Jeetje, deze die heeft echt veel HP. Oeh, de Towler, je hebt ook nog maar weinig... dan gaan we even de verandering brengen. Je was mis helaas. Doe mijn chakra op de Towler. Zorgt voor MP. Iedereen is weer om. Ja, eigenlijk was alleen Zeepie met schade, maar. Ik moet nog altijd toch wel een beetje rekening mee houden. Goed, Meteor. Kan je niet zo gevaarlijk doen? Waarom kan ik niks stelen? Echt serieus. Dit slaat nergens op. Alles wat zeg maar steel increased en de items zeg maar geeft. Ik weet dat het zijn moeilijke items om te krijgen, omdat het is een boss battle. Maar zo vaak mis. Het is een beetje belonie als je het mij vraagt. Oké, nou jij doet nog een keer chakra, want echt MP hebben we nou flink veel nodig. Nou jouw reflect is weer weg. Durf ik het? Ja, gewoon doen. Jij doet weer een keer een summon erop. Oké, de Towler heeft heel veel MP, dat is alleen maar goed. En nou wil ik eigenlijk de MP van Zelda een beetje gaan herstellen. Ondertussen dat we nog steeds bezig zijn met aanvallen. Dus jij doet nog een keer chakra op Zelda dit keer. Oh, we hebben hem. Mooi. Werd ik je tijd. Het is voorbij. Die mooie zonde. Raining Swords. Lijkt een beetje op die ultima aanval die gedaan werd. Nou, die doet best wel flinke schade, maar het ligt eraan. Ik haat dit spel. Ik haat dit spel. Ik haat dit spel. Waarom is het niet zo dat een transtank gewoon kan blijven?
Ik bedoel, op het moment dat je een trance hebt, we weten dat het balkje langzaam leeg gaat lopen. Dat hebben we gezien. Elke aanval die je doet, gaat het balkje langzaam leeg. Waarom is het niet zo dat je trance gewoon blijft totdat het balkje weer leeg is? Het lijkt me een stuk makkelijker. Maar goed, wij zijn nou dus zeg maar hier in Memoria en... Nou ga ik jullie brengen bij het grootste probleem wat ik heb met Memoria. Die ene safe orb die we beneden hebben gezien... Dat is de enigste safe orb. Er zit er nog eentje en die zit helemaal op het einde van Memoria. Memoria is een groot plekje. En ik heb genoeg tijd gehad om 2 afleveringen op te nemen. Maar op dit punt heb ik dus zeg maar geen tijd meer om op te nemen. Dus dan moet ik eerst helemaal teruglopen naar beneden om weer te kunnen saven. En op het moment dat ik dat gesaved heb, moet ik weer teruglopen hier naartoe om de volgende aflevering met opnames weer te beginnen. Daarom heb ik een hekel aan Memoria. Dat is de enigste reden waarom dat ik Memoria haat, omdat het kost zoveel tijd. Random encounters spawnen, echt ontiegelijk veel. En je hebt maar 2 safe plekken, eentje is helemaal aan de top en eentje is helemaal aan de onderkant. Succes daarmee, zeggen ze dan. Maar goed, ik blijf weer op deze brug. We hebben nou de eerste baas verslagen, dus ja, ik loop wel terug om te saven. Ik loop wel weer. Dus misschien dat we 1 leveltje omhoog zijn gegaan door random encounters of zo, maar dat weet ik niet. Maar... hierbij wil ik het dus gaan laten bij deze aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan we verder in Memoria. We hebben nog steeds niet de item gevonden die we nodig hebben voor de sterkste baas in het spel. En we zitten ook heel dicht bij een andere secret boss in het spel. Want er zijn nog 2 die we nog moeten doen. Dus heb je nog vragen of leukste momenten? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Tenminste, ik denk dat er morgen wel weer een nieuwe aflevering gaat komen. Morgen komt er ook een livestream. Die gaat... volgens mij om 7 uur of 4 uur. Hou Facebook in de gaten daarvoor. Want dan wordt het weer de Binding of Mario. Zoals jullie al een paar video's hebben gezien op YouTube. Dus die gaan we dan zeg maar zo ook weer maken. Maar dan met de livestream. Dat is leuk. Dus hoop ik jullie daar ook te zien. En voor de rest, bedankt voor het kijken. En ja, fijn weekend. Doei. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Leukste momentje. Jullie kennen de drill wel. Doei.